FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Daryl, ja, laten we beginnen bij je vrije trap. Een prachtige vrije trap. Veel opgeoefend zeker. Gezien ook de goal bij Eindhoven uit. Ja, op zich natuurlijk. Na de training schiet je altijd wel een paar balletjes. Leg je hem even, nou, niet op die afstand neer, maar ja, hij vloog er fantastisch in. Mike, vanavond voor het eerst sinds augustus weer in de basis. Hoe voelt dat? Ja, top. Lang geleden natuurlijk. Ja, het is heerlijk om weer te mogen starten en niet in mogen te vallen, zeg maar. Wim, door de sourcing van Denzel Kasi stond je voor een aantal keuzes achterin. Je koos vanavond voor Uchik op de rechtsbackpositie in plaats van Brian Platt, die daar ook wel regelmatig heeft gespeeld. Vanwaar die keuze? Nou, Brian heeft een kleine griep gehad. Dus was niet 100% inzetbaar. Nou, dus dan ga je kijken wat alternatieven zijn. En Walid heeft het denk ik uitstekend ingevuld. Ja, dat was mijn volgende vraag ook gelijk. Hoe vind je dat Walid het heeft opgepakt vanavond? Nou ja, als je daar voor de eerste staat in het eerste helftal en je laat dit zien, dat geeft veel vertrouwen. Een jongen die durft te voetballen. En natuurlijk verdedigend kan het soms allemaal nog wat beter. Maar hij heeft vanavond een prima indruk gemaakt met veel lef aan de bal en rust ook aan de bal. Dus dat was een compliment. Dan terug naar de wedstrijd. We beginnen eigenlijk uitstekend aan de wedstrijd. We maken twee prima goals. En dan toch knokt Emmen zich terug in de wedstrijd. Kan je verklaren hoe dat zich heeft kunnen ontwikkelen? Ja, je ziet ze komen denk ik wat gelukkig terug in de wedstrijd op 2-1. Dat was wel een kleine domper. En ja, dan weet je gewoon dat ze de tweede helft gaan komen. Ze hebben gewoon een goede ploeg, ook een brede ploeg. Ze kunnen veel wissels brengen. Veel fitte jongens. En ja, bij ons zag je toch dat het zware programma een beetje zijn tol begon te eisen. Maar ja, desalniettemin denk ik dat we gewoon heel, heel goed geknokt hebben. En ja, was het natuurlijk gewoon zonde dat je die penalty dan tegenkrijgt. Al moet ik zeggen dat we daarna nog wel aardig lopen te voetballen. En misschien nog wel een paar kansen krijgen om te winnen zelfs. Nou, je weet dat Emmen een uitstekend voetballend team is. En ik wist dat het wel een vrij intense wedstrijd zou worden. Twee ploegen die vooruit verdedigen. Nou, dan krijg je dit soort spel. Nou, en dan gaat het erom wie heeft de beste handelingssnelheid. En wie maakt de juiste keuzes aan de bal. Nou ja, op een gegeven moment deden we dat uitstekend. En dan kregen we ook een aantal goede momenten en een aantal een prachtige goal ook. Zelf best wel veel duels gewonnen. Voetballend best oké. Okay. Maar dan toch wel meer kijkend naar de conditie van me. En dat ging op zich nog wel prima. En vind je dan ook dat je de aanvallers van Emmen voldoende in bedwang hebt kunnen houden? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ze hebben natuurlijk wel twee keer gescoord. Maar, en de spits heeft ook gescoord. Maar ja, ik heb mijn best gedaan. Hoe komt het dat jullie de swingende openingsfase geen vervolg konden geven in de tweede helft? Ja, we kregen toch wel wat meer druk van Emmen. En ik denk dat we het daar best wel lastig mee hadden. En dat deden hun gewoon goed. Dus compliment aan Emmen. Nou ja, je hebt met een tegenstander ook te maken. En op een gegeven moment heb je natuurlijk ontzettend veel krachten verspeeld. En dan zie je ook dat je na de rust in sommige fases te makkelijk balverlies leidt. Waardoor je weer achter een bal aan moet. Dus de fases van iets langer balbezit houden, ja, dat werd minder. Ja, en dan loopt eigenlijk je eigen batterij leeg. Ja, en dan, daar profiteert natuurlijk Emmen van. Ja, en dan wordt het een proberen de wedstrijd over de streep te krijgen. Ja, daarop vooruitkijkend, had je toen het idee dat we nog die wedstrijd konden omkeren in een winst? Ja, tuurlijk. Je zag dat er weer wat meer ruimte kwam. We gingen eindelijk weer wat meer voetballen. En ja, ik had nog een goed afstandsschot die de keeper aardig pakt, denk ik. Dus ja, ik denk dat het er nog wel in zat. Nou, ik vond wel dat wij weer ons rug richten na de 2-2 en dat je weer vooruit probeerde te gaan en toch ook nog momenten kreeg voor de goal bij Emmen. En Dertel schieten we nog bijna een keer in van afstand. Dus ja, dat, zo'n wedstrijd was het. Tot slot, kan je nu leven met een gelijkspel? Ja en nee. Ik denk de concurrenten hebben punten gespeeld, dus ja, ik denk het wel. Ja, misschien wel, misschien wel. Emmen heeft gewoon de tweede helft. Ja, gaat op zoek naar de goal. Hadden we het lastig mee. Alleen ik denk, ja, als je 2-0 voor staat, dan hoop je hem natuurlijk wel gewoon over de streep te trekken. Je kijkt gewoon naar wat je hebt gezien. En je hebt gewoon twee ploegen gezien die vooruit willen spelen. Die allebei een hele positieve spelopvatting hebben. Ja, en vanavond gewoon een goede wedstrijd van hebben gemaakt.